Kijk door raken. De grond die we kopen, symbolisch schenken aan het dorp. De mensen, de dingen, de tijd. De bron, de oersprong, dat is de naam van mijn stichting, die gaat over herbronnen. Om weer terug te gaan naar natuur en ook naar natuurvolk en die wijsheid. Om cirkels te maken, als je daarin gaat zitten, hoe bijzonder het is om in een cirkel plaats te nemen die in contact staat met onze wereld en de natuur en de vergankelijkheid, het alles veranderende. Schoonheid zit hem ook in hele kleine steentjes of kiezels of stukjes van vloeren waar je op de grond vindt. In alles zit schoonheid. Ik stond ineens in verbinding met het grote geheel en de schoonheid om ons heen. Het is de modder waar niemand naar kijkt, waar je eigenlijk overheen stapt. Daar zit de schoonheid. Toen zag ik de rivier. En toen vond ik die rivier eigenlijk ook zo interessant. Een oordux is eigenlijk een nieuwe soort nederzetting. Een kijk in de nieuwe manieren van economie, van afspraken maken, hoe je met de aarde omgaat, met de nieuwste innovaties in low-tech, in high-tech, ook in het sociale leven. Concern about closed society. Nothing was happening in art. Dus je doneert een goede daad aan de wereld. Het maakt niet uit wat het is. Het gaat vooral om die expressie van goede wil, van liefde, die andere mensen uiteindelijk aanmoedigt of uitnodigt om ook goede daad aan de wereld te doneren. Ik probeer als trendwatcher te kijken naar waardeverschuiving die eronder zit. Waar waardes aan toe te voegen zijn, om meer economische waardes. Dus dit is de best cloud ever. Die bijzondere plekken zichtbaar gaan maken. Dit is de Wonderwar. In plaats van een bankpasje, een nieuw soort kaart gemaakt, waardoor je eerst in de omgeving gaat kijken wat er allemaal is. Zeg maar dat we van al die veren vleugels gaan maken. Nou, moet bijna huilen. Portretten maken van mensen die vleugels aan hebben. Het kasteel, een boerderij, een huizen bouwen op het erf.